Nee, de politiek gaat niet over de figuur Zwarte Piet of over de toekomst van het Sinterklaasfeest. Dat moeten we echt gewoon aan de Rotterdammers, aan de samenleving laten. Je ziet dat een aantal partijen op basis van hun eigen overtuigingen dat Zwarte Piet een racistische karikatuur is, wil besluiten dat we het dan maar helemaal moeten verbannen uit het Rotterdamse straatbeeld. Ja, dat gaat echt een hoop verdriet, woede en onmacht opleveren bij een hele grote groep Rotterdammers. En dat willen wij ten koste van alles voorkomen. Nou, u is er gezegd van laat die Rotterdammers dat zelf dan doen. Komen ze niet uit, nou ja, dan kunnen wij nog als een soort mediation, een soort probleemoplossing kunnen we helpen. Bent u daarmee eens? Nee, want je zal zien dat die mediation plaatsvindt tussen een aantal partijen, de usual suspects, zoals we dat dan noemen, de mensen met een relatie tot de partijen die hier binnen de gemeente actief zijn. Dat is bij het Pietenakkoord voor de centrale intocht ook gebeurd. Dat zijn echt een paar PvdA-prominenten die dat Pietenakkoord hebben gerealiseerd. Dat willen we niet. We willen niet dat dit in de achterkamertjes gebeurt. Als je het bij de Rotterdammers teruglegt, wat wij voorstellen, prima, maar dan echt in de vorm van een referendum. En niet op basis van een aantal personen die al connecties hebben met het stadhuis, die we dan wel even voor iedereen het gaan regelen. Willen we niet. Maar dan kan er ook bij het referendum uitkomen van we willen af van Zwarte Piet. Ja, dat kan er bij het referendum uitkomen. Die verwachting heb ik zelf niet. Want als je kijkt naar de enquêtes die zijn gehouden onder de Rotterdammers, zijn nog steeds de grootste groep is voorstander van het behoud van Zwarte Piet. Maar mocht het wel zo zijn, dan is het nog steeds de Rotterdammer en het overgrote deel van de Rotterdammers die dat hebben bepaald. En niet wij ergens achteraf. Wat wij zeggen is, en dat, zover was ik, dat wij vinden dat Zwarte Piet een racistische karikatuur is. Maar om het af te maken, wat wij vervolgens vinden, is dat die discussie in de samenleving gevoerd moet worden. Hebben wij er een mening over? Jazeker. Vinden wij dat die discussie in de samenleving zich moet uitkristalliseren? Ook zien wij dat daar stappen in zijn gemaakt? Zeker. Steeds meer Nederlanders vinden dat het uiterlijk van Zwarte Piet moet veranderen. En daarin zeggen wij, natuurlijk nemen wij ook een voortrekkersrol. En natuurlijk verzoeken wij de gemeente ook om daar actief in op te treden. Vind ik zelf dat in het afdoeningsvoorstel, hetgeen dat, wat daar wordt bespreken, dat dat afdoende is? Vind ik niet. Daar zou ik op komen. Maar zeggen wij, we moeten op dit moment eigenlijk het verplichten aan iedereen om te vinden wat wij vinden. Nee, wat wij willen is die discussie op gang brengen en daarvoor ondernemen wij stappen. En ik snap dat dat niet voldoende is, maar dan moeten we ook gewoon, voorzitter, accepteren dat we daar gewoon van mening over verschillen. Wij vinden dat er goede stappen worden gemaakt. Het geeft heel veel reactie. Ik ga als eerst wel naar mevrouw Hoogwerf. Ik zag de heer Van Zevenbergen, ik zag de heer Buyevcici, maar ik geef het eerst het woord aan mevrouw Hoogwerf. Ja, voorzitter, ik vind het echt gewoon pijnlijk, om niet te zeggen walgelijk, dat we in de eerste paar minuten dat we dit debat, gesprek met elkaar aan het voeren zijn, al ontelbare keren hebben gezegd dat Zwarte Piet een racistisch fenomeen is. Dat is echt een schoffering naar al die Rotterdammers toe die daar echt anders in staan. En dit is ook precies de reden waarom we dit debat niet hier met deze partijen moeten voeren, maar met de stad. Je ziet waarop de boot nu geduwd gaat worden, de stoomboot uit Spanje. En dat is in het hoekje van de Polycor, in het hoekje van de mensen die het alleen maar als een racistisch fenomeen weg willen zetten. Wij willen het overlaten aan die Rotterdammers, dat vinden we enorm belangrijk. We willen niet dat er met de rest van de stad gaat gebeuren wat de PvdA al eerder geflikt heeft met SNIC. Dus niet het PvdA-kliekje wat gaat bepalen hoe de toekomst van het Sinterklaasfeest eruit gaat zien. En zeker niet het kliekje van de PvdA met Denk. We hebben al eerder gezien hoe desastreus dat uit kan pakken. En ik wil echt mijn collega's verzoeken om het woord racisme in relatie tot Zwarte Piet weg te laten. Je zet er mij echt enorm veel Rotterdammers die er echt anders in staan, enorm mee in de hoek. Niet meer doen.